Hey allemaal, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Civilization 5 met China. En de aanval op Yekaterinburg gaat gestaag verder. En ik zie dat er een paar deals verlopen zijn, dus die gaan we even vernieuwen. Hopelijk scoren we daarmee ook nog wat geld. Dus in ieder geval 360 voor wat krap. Ik heb ook nog wat kool over. Nee. 300 waard, geen idee. Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Pensege. Olie. Dan heb je zelf al natuurlijk. Vieni avanti. Laten we iets hoger inzetten. Di sicuro no. Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Pensege. Nee. Di sicuro no. No. 50, nee, dat is te weinig. Oké, nou ja, goed. We hebben wat verdiend, daar gaat het om. Even kijken. Close unit needs orders. Ik ga jou gelijk upgraden dan. Jij mag even in de stad gaan healen. Next turn. Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Die natuurlijk ook. Pensege. Accept. Hey, staat hier nou een vliegtuig half te hangen? Ja. Enemy is near. Ook voor het eerst dat we dan een Rus zien, want ik heb al een tijdje geen Rus meer gezien. Ja, blijf jij maar even hier hangen. Boerderijtje. Rocket artillery mag deze kant op. Geldt ook voor hem natuurlijk. Zo. Die verbinding moet nog even gefixt worden, want die... is niet af. Nou, het is wel af. Nou, het zijn natuurlijk wegen in plaats van spoor. Oké. Deze bomber is zo goed als stuk. Dus die mag gaan healen. Jij kan er wel een rondje mee. There you go. Deze ook. Het is allemaal niet heel veel schade, maar goed. Ja, die, ja. Hij haalt het wel, dus laten we maar doen ook. Oké. Uitklappen. En vuren. Eén aanval. Dat haalt hij niet. Ook de terrain bonus haalt hij ook niet. Dan mag jij het afmaken. En dat is wel goed. Oké. Create puppets. De tank mag blijven. De rest kan gelijk doorstoten. Betekent dat we ook even een verbindingje moeten aanleggen. Hier. De Gatling gun upgraden, dat lijkt me nu niet meer zo zinvol. Rebase. Bombs away. Nog een keer. Ook voor jou. Ja, maar wat zullen we hem nou eens laten doen? Ik jou gewoon delete. Ik zou niet weten wat je hier nog moet doen. Rebase, kan hij nog ergens heen? Nee, is allemaal te ver weg. Oh, ik kan hem wel upgraden. Bij deze gedaan. Dat schiet qua damage niet echt op, maar goed. Alert. Heal. Rebase. Oh, ik kan er gelijk helemaal daar naartoe. Dat is mooi. Bij deze gedaan. Warships. Die staan hier eigenlijk heel onhandig. Want ik dacht, daar vaar ik mee naar Rusland. Maar dat wordt een hele lange weg. Nou ja, dan blijf je maar gewoon even liggen ter verdediging. Lijkt me op zich ook niks mis mee. Want om ze elders in te zetten. Ja, we zouden ze op termijn tegen Duitsland kunnen gebruiken. Maar ja, voordat ze hier eens bij Rusland zijn. Naar deze kant kunnen ze niet eens komen. En zo om, dan zijn ze echt... Ja, ik denk wel drie afleveringen bezig. Dus laten ze daar maar gewoon even liggen.
Jij mag één stapje terug. Alert, alert. Next turn. Samenwerken zeker. Oh, dat is die stad waar die Gatling gun stond natuurlijk. Het zij zo. Een paar deals met Bismarck zijn verlopen. Nieuwe tank. Alert. Heal. Sleep. Deze is klaar. Zo. Je hebt zoiets in je ding ook gedaan. Hop. Ook deze is klaar. Heal. Heal. Upgrades. Dit kan hij natuurlijk ook nog. Heal. Mag wachten. Alert. Heal. Heal. En... ja. Jou kan ik... ah kijk. Terug een doelwit. Mooi. En ook dit wordt even een heal order. Jij mag een route aan gaan leggen naar daar. Kunnen we nog stemmen. World leader. Tje. Zij gaan op zichzelf stemmen. Dat moeten we zien tegen te houden. Ik stem gewoon lekker op mezelf. Commit. Yes. Choose production. Tja, oh ja, die settler moet natuurlijk nog terug. Is er nog andere opties? Hubble Space Telescope klinkt ook leuk. Gaan we die eerst doen. Zo. Enemy onderzeeër. Oké. Waar dan? Oh, hiervoor. Ja. Oké, check. Hop, weer een rust minder. Kijk, dat is een makkelijke. Wow, is hier een... deze stad is genoekt. Even wat instellen. Dat we toch weer even wat grotere... Quick kom het even uit. Mijn stad is blijkbaar genoekt. En ik heb dat helemaal gemist. Ja, iedereen heeft een beetje voor zichzelf gestemd. Zeker nog, iedereen heeft voor zichzelf gestemd. Maar hier is dus gewoon een... we zijn genoekt. Wauw. Ja, nou, oké, duidelijk. Oké. Ja, daar kan maar één antwoord op zijn. Dat is natuurlijk zelf nukes afvuren, maar die technologie hebben we nog niet. Ik verlaat ook waarom die dingen net allemaal stuk waren. Heal. Jij kan nog even niks. Mag even wachten. Dat heeft weinig zin. Gaan we weer terug. Anti-aircraft gun. Die kan daar ook blijven staan. De worker. Ja, die kan mij betreft beginnen met die fallout op te ruimen. Maar eerst maar even een spoorlijntje aanleggen. Artillerie.
Die hebben we geen geld meer voor. Next turn. Volgens mij heeft deze trouwens niet uit te klappen. Die kan gelijk zijn ding doen. Hier wordt van alles geheeld, dat is mooi. Maar damn, we zijn dus gewoon genoekt door de Russen. Nou, hij ziet mij wel en ik hem niet. Dat is apart. Very well. Niet dat ik nou die ene artilleriegun mis. Helemaal niet, maar... Oké, zit er nog iets om te raken? Ik denk het niet. Kunnen we jou ergens anders naartoe sturen? Ja. Hier. Alright. Uitklappen, schieten. Bam. Hier. Ook nog een rondje. Tank erop. Het zou redelijk snel bekeken moeten zijn dan. En dat was hem al. Oké. Okay. Bombs away. Raakt hij hem wel. Hij is nog te ver weg. En ga maar gelijk even healen. Oké. Okay. Deze hoeft niks te doen. Alerts. Bezoeken. Oké. Okay. Nou, die kan je naar het front. Althans, wat... waarschijnlijk spoedig een front zal zijn. En laten we nog voor een theater gaan in tijden van oorlog. Museum. En next turn. Hey, is het ook ineens een Oostenrijkse stadje? Brussel? Hij heeft er misschien al de hele tijd gezeten. Oké, hij bouwt een stad. Precies op de plek waar ik mijn stad had. Dus nou, die stad moet sowieso meteen kapot. Wow, zo'n nieuwe stad is gelijk behoorlijk krachtig, zo te zien. Ja, natuurlijk nog het, hetgeen wat hier zat. Komt natuurlijk ook deze kant op. Dus ik denk dat we even, nou niet defensief, maar in ieder geval niet te offensief moeten gaan spelen nu. Mijn Air Force. Denk ik net buiten bereiken. Ja. Kan natuurlijk wel prima hier naartoe. Wow, dat gaat hem zijn kop kosten. Dat niet. We hebben ook niks aan dit stadje, maar ja, het kan maar opgeruimd zijn. Even wat intelligentie delen. Of wat zeg ik? Intel reports. Oké, okay, die is gemaakt. Betekent dat hier nog een tweede kan. Zo. Next turn. Wat de Russen nog over hebben materiaal. Ja, die stad die is toch wel handig. Oostenrijk en de Romeinen zijn in oorlog. Dat is de nummer 1 tegen de nummer 3. Dat kan alleen maar gunstig zijn voor mij. Hoewel, die Oostenrijk is niet gaan winnen natuurlijk. Een trade route. Even kijken wat levert het meeste op.
23. Hier ook nog 23. En het is alweer tijd. Nieuwe bomber. Rebase. Dat haalt hij denk ik niet. Maar die wel. Dus dat is goed. Nieuwe tank. Jij bent klaar met dat. Oké. En bombs away. Easy kill dit. Oh, had ik ook de stad kunnen laten. Maar nee. Kijk, dat schiet wel op. Deze eroverheen. Hop. Dan is het denk ik een kwestie van innemen. Ja, eigenlijk wel. Net niet helemaal. Ik ga maar even de heel. Ah, net erbuiten, jongen. Olie maar aan gaan boren. Zo. Dat is het laatste stukje verdediging van de stad. Dat zij in kunnen nemen. Of eigenlijk kunnen vernietigen. Ah nee, we kunnen inderdaad de dekking innemen. Oké, annexeren. Toch grappig dat die soldaten dus in staat zijn om terug te schieten tegen een vliegtuig. Maar goed. Deze gaat healen. Is al redelijk kapot. Ja, ik kan er wel een bommetje missen. Dan is dit het moment om definitief deze aflevering te beëindigen. Heel erg bedankt voor het kijken. Geef dat duimpje omhoog als je dit een leuke aflevering vond. En dan zien we elkaar de volgende keer weer terug. Heel graag, tot dan.